Ik kan letterlijk gewoon niet dood met deze armor. Het is insane. Deze armor is zo sterk. Ik kan gewoon niet dood. Ik kan niet dood. Oh guys, Job hier. Ik ben de YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag jongens en meisjes heb ik voor jullie weer een super epische Minecraft mod showcase. Ik heb gezien dat jullie de mod showcases nog steeds leuk vinden. Dus jongens, laat even zien dat Team de YouTuber leeft. Laat even zien dat Team de YouTuber ready is. Doe even allemaal een dikke vette like. En laat alvast even een leuke comment achter. Of spam de comments gewoon. I don't know. We gaan lekker beginnen met de video. Ik heb er zin in. Vandaag jongens en meisjes heb ik een aantal verschillende soorten mods in mijn Minecraft toegevoegd. Een armor mod, een muziekinstrumenten mod. Iets wat je niet echt verwacht in Minecraft, dat je in Minecraft muziekinstrumenten hebt. Maar ik heb het geïnstalleerd en we gaan er vandaag even een kijkje naar nemen, wat mij een heel erg leuk idee lijkt. En ik heb nog een mod geïnstalleerd, namelijk een mod die een hele hoop nieuwe vissen toegevoegd in Minecraft. En dat is cool, want zoals jullie misschien wel weten, in Minecraft heb je natuurlijk wel een aantal vissen, namelijk de zalm, de normale vis en de pufferfish. Maar zoals jullie kunnen zien, door deze mod heb je zoveel verschillende soorten vissen erbij. Het is echt werkelijk waar insane. Niet alleen vissen, maar ook een kikker, een schildpad, een roze zalm. Ik wist niet eens dat dat bestond. Maar ook, misschien wel hetgene wat ik het allervetst vind van allemaal, Neptunus Armor. En dat ziet er zo episch uit, jongens. Dat is werkelijk waar insane. Kijk hoe fucking gruwelijk ik eruit zie. Ik heb een Neptunus zwaard. Ik heb een Neptunus... ik kan het niet eens normaal uitspreken. Ik heb Neptunus armor. En ik heb een Neptunus zwaard. Het is fucking gruwelijk. Het is super epic. En ja man, het ziet er gewoon heel cool uit. Je kunt geloof ik ook beesten er in één klap mee doodmaken. Dus dat is op zich ook wel mooi meegenomen. Het werkt in ieder geval heel erg goed. Naast het feit dat we dus een nieuwe armor hebben die te maken hebben met vissen, kun je nu ook dingen in het water vinden. Namelijk schatkisten. Bijvoorbeeld deze. Ja, op dit moment kan ik er niet veel mee. Op dit moment kan ik hem alleen rechte muisknop doen. En dan maak ik hem eigenlijk open. Stel voor ik vind deze, kan ik rechte muisknop doen. En dan krijg ik er iets uit. Ik heb bijvoorbeeld net een extra chestplate erbij gekregen. En een bounty. Ik wist niet eens dat dat bestond. Dat is een fucking chocoladereep van Neptunus schijnbaar. En er zijn dus verschillende soorten vissenhengels bijgekomen. Je hebt natuurlijk de normale vissenhengel. Maar je hebt nu ook de ijzeren vissenhengel. De gouden vissenhengel. De diamond vissenhengel. En de admin fishing rod. En dat is geloof ik de allerzeldzaamste van allemaal. Dus laten we die even in het water gooien om te kijken hoe goed het nou eigenlijk werkt. Ik vind het in ieder geval super vet dat ze dit hebben toegevoegd aan Minecraft. Of in ieder geval, dit is natuurlijk niet echt toegevoegd aan Minecraft. Oh, wat? Je moet nu ook echt je best doen om hem... Wat? Je moet ook echt je best doen om hem binnen te halen, of niet? Ik weet niet wat er net gebeurde. Oké, mijn fucking mobiel, die begint weer te trillen. Let's go, we gaan het nog een keer proberen, jongens. We gooien hem in het water en wanneer er een vis komt, dan pakken we hem. Oké, weet je, we gaan een andere fishing rod proberen. Deze die is te goed. We gaan voor de gouden. Ik vind de gouden er trouwens ook best wel gruwelijk uitzien. Oké, let's go. Wacht, misschien is het niet diep genoeg. Misschien moeten we hem hier gooien. Ja, dit werkt wel. Oké, we gaan eens even kijken of het nou werkt, zo'n gouden vissenhengel. En wat we nou eigenlijk kunnen vangen ermee. Want er zijn dus vele verschillende soorten nieuwe vissen en dat soort dingen bijgekomen. Ik vind het ook wel cool dat je nu kikkers kunt vangen. Ik bedoel, hé, dat is op zich wel leuk. Dat kon je normaal gesproken niet in Minecraft, kikkers. Dus dat is sowieso al een vooruitgang. Ik vang niks. Ik ben fucking slecht in vissen. Maar nee, kijk, dit zijn dus allemaal nieuwe vissen die erbij komen. Ik zal gewoon eens even een beetje rondkijken. Ik zie hier ook... Oh, dat is zo gruwelijk, man. Zoveel verschillende soorten nieuwe vissen. Hier zie ik ook dat je vissenbotten kunt vangen. Heel cool. Maar nu de instrumenten, jongens. Want dat is namelijk ook iets wat erbij kwam. Namelijk bijvoorbeeld de piano. Dat ziet er wel cool uit. We gaan hem even neerproberen te zetten. De piano, jongens. Kijk dan. Een piano in Minecraft. En... Oh, als het goed is kun je er ook op. Of je kunt hem alleen neerzetten, dat weet ik niet. En een gitaar. Die kun je ook niet gebruiken, apparently. Het ziet er zo raar uit, gewoon... Oh, dit is... What the fuck? Wacht, misschien moet ik iets aanzetten waardoor je wel geluid kunt horen van mijn fucking epische... Misschien werkt het zo. Nee, ook niet. Nou ja, je hebt het in ieder geval. Ik weet niet wat je er dan uiteindelijk toch maar mee kan. Kun je deze neerzetten? Oh nee, die kun je ook gebruiken. En een fluit? Alleen, ik hoor helemaal niks. Je hebt allemaal instrumenten, maar je hoort gewoon geen geluiden vandaan komen. Maar oké, ik heb nog iets geïnstalleerd. Want ik dacht van, weet je, we doen lekker gek. Namelijk de meerdere armor mod. En ik heb dat natuurlijk heel vaak laten zien, weet je, wel meerdere soorten armor. Maar deze is echt heel epic. Bijvoorbeeld deze. De Worthless Helmet. Dit is letterlijk gewoon een fucking chestplate, leggings, shoes en een helm gemaakt van zooi. Gewoon van zeg maar, afval. Kijk hoe het eruit ziet. Dit is toch... Oh, wacht. Minecraft muziek. I don't want to hear Minecraft muziek. Ik haat Minecraft muziek. Kijk dan. Dit is toch vet. Kijk hoe cool het eruit ziet. Ik lijk wel een soort van... Een soort van camo-gappie of zo. Maar het meest epische vind ik misschien wel Bedrock. Deze, die heeft gewoon letterlijk 1000 bescherming. Als je deze aan hebt, kun je gewoon bijna niet doodgemaakt worden. Kijk hoe gruwelijk. Het nadeel is wel, je bent fucking langzaam. Waarom ben je fucking langzaam? Omdat Bedrock natuurlijk een van de wat sterkere en zwaardere stenen is. Maar om jullie even te laten zien hoe sterk ik op dit moment ben met deze armor, ga ik even de strijd aan met toch wel een van de wat gevaarlijkere Minecraft mobs. Let op. Dit zijn er tering veel die ik er nu span. Ik ga er echt
belachelijk veel spawnen. Kijk zo. Dan pak ik wel even een zwaard erbij voor de zekerheid. Want anders ga ik namelijk wel dood. Ik pak even het Neptunus zwaard erbij. Nee, wacht. Ik pak even een diamond sword erbij. Zo. Let op. Game wordt 0. 3, 2, 1. Ik kan letterlijk gewoon niet dood met deze armor. Het is insane. Deze armor is zo sterk. Ik kan gewoon niet dood. Ik kan niet dood. Het is gewoon de beste armor ever. We got it. We found it. Jeetje, Mina. Nou ja. Dat vond ik in ieder geval best wel gruwelijk om even te laten zien, weet je wel. Dat er dus gewoon armor bestaat waarmee je dus eigenlijk gewoon niet dood kan. Ik bedoel, holy shit, als je dan gaat PvP'en met iemand, dan heb je eigenlijk al gewonnen. Maar er is veel meer qua armor. Laten we eens een beetje rondkijken welke we nog meer ertussen hebben zitten. De spons armor! Oh my god! We zijn SpongeBob zometeen. Oh, deze wil ik ook even uitproberen. De overpowered armor. Dat ziet er gewoon heel cool uit. Wat het precies doet, dat weet ik niet. Jongens, het is je boy SpongeBob. Wie had ooit gedacht dat ik als SpongeBob zijnde in Minecraft zou zitten? Deze armor is alleen niet heel sterk. Dus ik raad je niet aan om die heel veel te dragen. Maar deze is vet. Wat voor effect hebben we? We hebben Night Vision, Jump Boost 2, Speed en Health Boost. Zullen we eens kijken of we met deze wel tegen die pigments kunnen vechten? Want we zijn nu natuurlijk wel snel. Ten opzichte van die Bedrock armor waarmee je natuurlijk langzaam bent. Kom hier, motherfuckers. Bam. Kijk, daar komen ze, jongens. Oh, ik ga dit makkelijk winnen met deze armor. Oh, ik kan ook super hoog springen. Oh, ja. Ik ben een gekke ninja geworden, jongens. Holy freaking moly. Ik moet zeggen, jongens, ik vind dit eigenlijk best wel gruwelijk, deze mod. Ik moet heel eerlijk toegeven. Oké, weet je, ik ben er een beetje klaar mee. Jullie zijn allemaal zo vervelend. Ik ga jullie even laten zien wie de baas is. Ik ga jullie even laten zien wie hier de freaking baas is, motherfuckers. Stomme rot pigments. Ze hebben geloof ik nog helemaal niet door dat ik ze op dit moment gewoon fucking hard dood ga maken. Ze kijken echt alsof er helemaal nog niks aan de hand is. Adios. Zo. Adios, 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 adios. Nou, die zijn weg, jongens. We hebben de pigments in ieder geval een lesje geleerd. Er zijn er nog een aantal over, maar ja, die mogen van mij ook wel blijven, want die hebben het wel heel goed overleefd. Je hebt dus ook gewoon letterlijk dit. Fucking wooden armor. Ik vind het op zich ook wel vet dat je dat nu kunt craften, want dan heb je zeg maar in survival, als je deze mod bijvoorbeeld hebt, heb je in survival wel gewoon meer te doen, zeg maar. Snappen jullie wat ik bedoel? Dan heb je zeg maar gewoon wat meer uitdaging of zo. Want je kunt namelijk veel meer armor maken. Bijvoorbeeld fucking houten armor. Hoe epic is dat? Maar wat ik daarentegen wel even wil doen. Kijk, ik ben nu toch wel benieuwd. Kunnen wij niet even iets cools gaan vangen? Want het is namelijk nu wel mogelijk. Wow. Een invisible helmet. Wat? Onzichtbare armor. Ben je serieus? Dat lijkt mij namelijk best wel heel erg vet. Dat lijkt mij... Wow. Wat? Ik heb dus op dit moment armor aan. Alleen het is onzichtbaar. Oh, dit is echt heel cool. Ik vind het echt heel vet. We hebben onzichtbare armor. Kijk dan. Ja, je ziet het niet. Ik kan wel proberen te laten zien. Maar dat is dus het hele ding. Je ziet het niet. Oké, we doen even onze inventaris clear. Wat we even gaan doen is we pakken een anvil erbij. We gaan de beste vissenhengel ooit creëren. Wat hebben we nodig? We hebben Luck of the Sea 3 nodig. We hebben... Wat hebben we nog meer? Nou, laten we zeggen Luck of the Sea 3. Er is nog een enchantment toch? Die ervoor zorgt dat je heel veel goede shit kunt vangen. Waar staat dat ook weer bij? Staat dat hier? Ja, Luck of the Sea 3. Lure 3. Ja, oké, nice. Let op. Dan pakken we... Een zieke vissenhengel erbij. Laten we gaan voor de diamond vissenhengel. Want die vind ik ook best wel cool uitzien. Dan zetten we dit er zo op. Hop. En deze. En dan noemen we hem... Hoe gaan we hem noemen? Fistick. Fistick. Zo, dit is de fistick. Kijk. Laten we eens even gaan kijken wat wij met onze fistick kunnen gaan vangen. Dat klinkt echt super raar nu ik dat zo zeg. Even kijken of het überhaupt werkt. Ik heb nu echt de meest overpowerde vissenhengel ooit. Oké, wanneer die helemaal ondergaat moet ik pas trekken geloof ik. Dat klinkt ook echt zo ongelooflijk raar. Want ik zie hem wel elke keer. Kijk. Oh, wat? Het werkt. Wat? Ik heb een bluegill gevangen. Ik weet niet eens wat ik moet voorstellen. Nooit van gehoord ook, maar... Klinkt cool, jongens. Klinkt cool. Oké, als hij weer naar beneden gaat, gaan we een... Wat is dit? Een gar. Een gar, bitch. Ik weet niet wat het is, maar het klinkt cool. Het klinkt cool. Oké. Maar die onzichtbare Minecraft armor vind ik wel het vetst van allemaal. Weet je waarom ik dat zo vet vind? Stel voor je bent Skywars aan het spelen. Dan ziet iemand dat jij geen armor aan hebt. Of die persoon die denkt dat jij geen armor aan hebt. Maar in realiteit heb je dus eigenlijk gewoon armor aan. En dat is best gruwelijk. Oké, er komt er weer eentje, jongens. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kableng. Oh, ik heb hem niet gevangen. Maar ik vind het een hele epische mod. Zullen we nog heel even gaan kijken wat we hier allemaal hebben? Kijk, want dit moet dus eigenlijk allemaal werken. Die piano's en zo, die kun je dus allemaal neerzetten. Maar ik weet helemaal niet hoe het werkt. Oh, what the fuck, je kunt ze ook bijna in elkaar neerzetten. Dat is een beetje raar. Oké, laten we nog even één keer een beetje bij die armor kijken. Want ik heb... Oh, die vind ik ook wel cool. Glas armor. What? Dat is schuwelijk. Dat is schuwelijk. Dat is echt... Dat is heel vet. Kijk dan, jongens. Glas armor. Ik denk wel dat als je dan een klap krijgt en het glas breekt, dat je een heel groot probleem hebt. Dat lijkt mij niet echt heel erg fijn. Wat hebben we nog meer? Oh, papieren armor. No way. Wat heb je nou weer aan papieren armor? Dat gaat toch helemaal geen verdediging bieden, jongens. Kijk dan. Het lijkt wel alsof ik gewoon helemaal onder de sneeuw zit of zo. Oké, dan gaan we er nog even eentje uitproberen. Er is er vast nog wel één die heel erg cool eruit ziet. Oh, de aarde. Dit is gewoon letterlijk gemaakt van de aarde.
Nee, zeg maar de wereldbol dan. Dus zeg maar niet zand, maar echt de wereldbol. Oké, die vind ik wel heel cool. Die vind ik wel heel cool. Ja, laat in de comments weten welke armor jullie het vetst vonden. Laat ook in de comments weten welke mod jullie het vetst vonden. De muziekmod, die eigenlijk niet echt werkte. De vismod of de armor mod. Ik vond de armor mod het vetst. Wat vond jij het vetst, Kip? Oké, fuck jou. Bedankt voor het kijken. Doe een dikke like. Abonneer op het YouTube kanaal. Laat even weten dat jullie levendig zijn. Dus doe allemaal even een like. Team Dutch Super is vast wel weer actief. En tot de volgende keer. Adios.